Wij moeten er vooral voor zorgen dat we de talenten naar de universiteiten krijgen en dat we die zo lang mogelijk bij ons kunnen houden. En dat betekent dat we ze en goed moeten selecteren, maar dat we ze, als ze op de universiteit zijn, ongelooflijk goed moeten begeleiden. En vooral te laten zien dat techniek ongelooflijk mooie opleidingen zijn. Moeilijk, maar hartstikke mooi. Er is een schrijnend tekort aan goed opgeleid technisch personeel, zeggen technische bedrijven. Bedrijven als ASML en Philips dreigen daardoor naar het buitenland uit te wijken om daar hun personeel vandaan te halen. Maar kijken ze wel genoeg naar het Nederlands potentieel? Ik heb aan de ene kant twijfel of het bedrijfsleven de afgelopen jaren voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat techniek niet alleen een beroepen zijn waar je vuile handen maakt, of waar je met je knieën in de modder staat, maar waar je bezig bent met hoogtechnologische ontwikkelingen in de samenleving. En universiteiten moeten daar natuurlijk in mee. We moeten heel goed luisteren naar wat het bedrijfsleven nodig heeft. We moeten heel goed luisteren naar wat de nieuwe beroepen van de toekomst aan opleidingsvereisten nodig met zich meebrengen. En we moeten ook heel goed kijken op welke wijze we onderzoek en onderwijs met elkaar kunnen verbinden. Dus aan ons is het de zaak om ook te enthousiasmeren en vooral te laten zien hoe mooi opleidingen in de technische wereld zijn. Zou je op den duur misschien ook wel zo'n beroep willen uitoefenen? Een technisch beroep? Nee, dat denk ik niet. Nee. Als ik dit zie, dan dat is niet meer wat ik zou willen gaan doen. Het is misschien voor andere mensen wel leuk, maar ik zie het gewoon niet echt zitten. Dus ik zou het alsnog niet doen. Dit trekt mij niet. Dit is iets van vroeger. Wat op school wordt meer aangegeven dat techniek moeilijker is. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Als mensen dat zeggen dat het niet moeilijker is, dat dat ook helpt. Nou, het lijkt me gewoon überhaupt niet zo leuk. Het is niet echt, ik hou niet zo van bouwen en zo. Dus ik denk niet dat ik het dan zou doen. Een imago-kwestie dus? Wat mij betreft wel. En wat denk jij? Is het een imago-kwestie? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat sowieso wel geld een grote rol heeft. Wat jou betreft, als bedrijf meebetalen, als je zegt kom maar door met die zak geld, dan zullen er ook meer mensen aan de slag gaan in de technische sector. Ja, dat denk ik wel.